Welkom bij Paul's Motor Train Stuff. Zoals je ziet, het is hier een ongelofelijke puinhoop. Tijd om op te ruimen. Het is vakantie geweest. En een aantal dingen zijn na de vakantie hier beland. Terwijl ze hier niet thuis horen. Er zitten wat nieuwe spullen tussen. Dus eens kijken wat we ervan gaan maken vandaag. Want ik heb net nog wat nieuws gekocht. En deze ook nog. Bekabeling voor een LED-project heb ik hier. Er moeten ook nog een heleboel losliggende papiertjes. Geen idee wat het is. Ik heb het letterlijk zo achtergelaten naar vervolgens op reis gegaan. En er zijn alleen maar dingen bijgekomen. Voltmeter. Altijd handig, maar nu even niet. Deze even opzij. Als ik er een plekje voor kan vinden tenminste. Zo, kijk, het begint alweer op een bureau te lijken. Ergens. Nog wat meer stroomdingen aansluiten. Daar heb je altijd handig. Die hingen hier ergens. Dus net naar Eurospoor geweest. Ik had gehoopt daar goed inkopen te doen. Maar het viel wat tegen qua wat er was. Ja, eigenlijk zoek ik altijd kapotte dingen. En ze hebben daar gewoon veel te veel goede dingen. Goed spul. En daar heb ik niet zo'n interesse in. Dus er was één kraampje wat leuk spul had. Daar heb ik dan ook wat gehaald. Lijm, soldeer, spul. Messen, een messen, tangetje. Nog wat strings, heat strings. Dus. Zo. Hoppa. Even kijken. Het begint al op een bureau te lijken. Welkom bij Paul's Model Train Stuff. Dus, wat heb ik gekocht? Deze heb ik vorige week gehaald. Komt uit de verzameling. Het is een Pico-trein, de verkoper. Ik ging ervan uit dat hij het niet deed. Toen we hem op de rails zetten, reed hij wel maar heel moeilijk. Dus deze moet nodig schoongemaakt worden. Hij zit nog heel goed ingepakt. Zo. Dit is een Pico NS4147. Hij zit wat los. Het leuke hiervan is dat ik nog zo eentje heb liggen. En ik kom er niet achter hoe de bekabeling zou moeten zitten. Want ik zie alleen dat die andere die rijdt helemaal niet. Iets met de stroom doorvoer denk ik. En ik weet gewoon niet hoe die zou moeten. Deze hier, die rijdt in principe wel. Even kijken of deze... Nee, die zit niet aangesloten. Jongens, toch, je gaat op vakantie. Je zou het echt moeten doen. Ja. Zo.
deze rijdt, maar moeizaam. Nou, ik kan er haast niet meer stroom op zetten dan dit. Dus ik ben heel benieuwd hoe deze stroomopname gaat. Ik heb ook de bijbehorende tender. Ik zag wel dat die gelijmd is met hot glue en dat komt er aan alle kanten uit. Dus ik denk dat deze ook open gaat peuteren om al die lijmresten eruit te halen. En dan ben ik heel benieuwd of ik dit met die andere, dat ik dan die andere trein ook aan de gang kan krijgen. Kijken, mijn rails, er staat geen stroom op. Dus dat is één. Even op zijn plek zetten die. Zo. Die andere. Dit hoort er misschien bij, dat weet eigenlijk niemand. Ik verwacht eigenlijk van niet. Een andere aankoop. Dat is een niet geheel onbeschadigde, maar toch mooie koploper. NS koploper met KLM kleurstelling. Ik wilde al een koploper. Meestal zie ik ze gegaan voor 75 euro, 85 euro. Dat vond ik net iets te veel. Deze heb ik voor wat minder. Het achterste draaistel heb ik gemerkt, dat moeten we even nog op zijn plek zetten. Dat wil nog niet helemaal, dat loopt niet lekker. Ik wil hem kort gekoppeld gaan maken, zodat hij er beter uitziet. Maar alle onderdelen zitten erop verder, zover als ik kon zien. Inclusief de twee panto's, daar ben ik ook wel blij mee. Zo, dus KLM Royal Dutch Airlines. Het is het Lima model, dus dan weet je, het klopt niet helemaal. Er zitten wat gebreken links en rechts. Maar goed, nou, de wielen zijn zo ongeveer zwart. Ik verwacht niet dat ik daar veel beweging in ga krijgen. In deze motor. Ik ga hem waarschijnlijk toch vervangen voor de pannenkoek. Oh, kijk aan. Nou, dat gaat zoeken op mijn dag. Ik ga waarschijnlijk de motor vervangen voor die pannenkoek hier. Ga ik vervangen voor een CD-motor. Die heb ik nog een paar liggen. Digitaal maken. Kijken of ik de verlichting voor elkaar ga krijgen. Dat is nog een hele klus. En kort koppelen, de hele set. Daar zal ik een aardige klus worden om dat te doen. Nou, dit is ook allemaal plastic, dus dat schiet regelmatig los. Misschien dat ik hier nog iets voor kan vinden wat wat steviger is. Nou ja, dat zijn dus de dingen die de komende tijd staan te wachten. Verder heb ik nog steeds de. Ik zal hem eens even op de baan zetten. Ik heb nog steeds mijn TCV liggen. Dat past niet eens, jongens. Zo, het is te groot. Het TCV-project waar ik nog mee aan het rommelen ben om te kijken. Ik wil hier deze. Neus wil ik repareren. Ik had gehoopt om aan onderdelen te komen vandaag, maar ik denk dat ik meer succes ga hebben bij de beurs in Houten. Deze ben ik nog aan het opknappen. Nou heb ik dadelijk genoeg pantografen over van die TGV om hier een goede op te zetten. Dan zie ik nog een extra TGV set heb. Ik heb deze al gelijmd voor en achter. En hij is eigenlijk bijna goed. Ik denk dat ik hier ook de motor van ga vervangen. Voor een CD-motor. En dan digitaal laten rijden. Dan is die hartstikke mooi. Nou. Kijk aan. En dit is de andere Pico. Kijk. Ik heb hem hier wel liggen. Deze met rode details. Deze met zwarte. Ze zijn bijna gelijk. Ja. Alleen hier zit een
bodemplaat. Hier een bodemplaat op, die mist hier. En ik vermoed dat daar alle stroompickups op zaten. Met de tender die je dan aan moet. Mooi. Zo, dus dat wordt het de komende tijd. Schoonmaken en opnemen. Ja. Ja, nee, dat is het wel. Oh, misschien dat ik nog ga spelen met wat apparatuur hier. Hoewel de helft van mijn tools en mijn dingen die ik erop kan schuiven naar beneden gevallen is. Het is hier een rommeltje. Dus alvast bedankt voor het kijken. En hopelijk tot snel met een nieuwe aflevering.